Er zijn van die kunstenaars die een speciaal plekje in je hart hebben. En Martin Langezaal is er één van. Hij maakt schitterend handgevormd keramiek. En zijn handelsmerk is eigenlijk de koperoxide die hij daarop gebruikt, waardoor het een bronzen uitstraling krijgt. Martin is zijn hele leven creatief therapeut geweest. En na zijn pensionering in 1998 heeft hij zich volledig gestort op het maken van zijn creatieve dingen. Hij wordt geïnspireerd door onder andere de natuur en hij maakt dan, zoals deze olifanten, tot in detail na. Of je naar de slurf kijkt of naar de staart kijkt, naar de oren of naar de buik, alle drie zijn ze anders en helemaal passend bij zoals een olifant is. Daarnaast is zijn handelsmerk eigenlijk de vogeltjes. En hoe hij deze vogeltjes maakt, laten wij nu graag aan jullie zien. Alle vogels voor één stok worden door Martin Langezaal in één keer gemaakt. Om te zorgen dat ze allemaal even groot worden, wordt de klei voor elk onderdeeltje afgewogen. Het lichaam, bestaande uit twee halve bollen, het kopje, de snavel, vleugels en staartje worden met precisie gemaakt en super glad afgewerkt. Door een koperoxide te gebruiken als glazuur krijgen de vogeltjes uiteindelijk een bronzen uitstraling. Het maken van de vogels is een kwestie van geduld en zeker ook priegelwerk. Wat dacht u van de oogjes? Of het lijntje op de snavel, of van de teentjes die ook nog spits toelopen en één voor één op de stok gemaakt worden. De vogels op een tak zijn bijzonder en prachtig handwerk van een kunstenaar met gouden handjes. Martin Langezaal is nog elke dag in zijn atelier aanwezig. En maakt daar de prachtige vogeltjes in alle soorten en maten, maar ook heel veel andere dieren en de voor hem ook bekende bloemetjes. Hij wil graag dat mensen van zijn werk genieten. En laten we nu eerlijk zijn, als je 83 bent en je krijgt dat daadwerkelijk nog steeds voor elkaar met zoveel plezier, daar kan je alleen maar jaloers op zijn. Martin Langezaal, vergeet hem niet.